Hier werd vroeger hard gewerkt. Hier staken balken naar buiten. 5. Later is het hier veranderd. Dus dat is weggehaald. Hier liep een grote stang. En hier waren dan de balgetreders of één balgetreder aan het werk. Die hield zich hier vast. En dan beurtelings werd een balg naar beneden getrapt. Daarom noemen we het ook wel orgeltrapper. En dat is dus allemaal later veranderd. Sinds 1922 is het hierachter heel anders geworden. Ja, hier ziet het er heel anders uit. Veel kaler zou je kunnen zeggen. Die mooie 5 balgen die zo lagen, die zijn er niet meer. Er is nu een grote reservoirbalg, een magazijnbalg noemen ze dat. En aan die kant ziet u een zwengel en de balgetreder van toen werd de handpomper van later. Nog later kwam er elektriciteit en daar in de hoek staat een ventilator, een motor. En die blaast zo hier de lucht in deze balg. En als de organist dan ook het sleuteltje omdraait, dan gaat de motor draaien en dan krijgt u dit. In de loop der jaren heb ik heel veel verschillende orgelprogramma's gespeeld op orgelconcerten. En op een gegeven moment bleek dat ik allerlei stukken gespeeld had of wilde gaan spelen die allemaal op een andere wijze iets met viool te maken hadden. Met viool en orgel. Dus orgelmuziek die iets met viool of met strijkers te maken had. En toen dacht ik, dan speel ik even Leentje Buur bij Samuel Scheidt, leerling van Zwenink, die in variaties die hij geschreven heeft over allerlei dus wereldlijke en geestelijke variaties, de term imitatio violistica geschreven heeft. Boven 4 noten die met een boog verbonden waren en boven iedere noot ook nog een puntje. En dat is een bepaald soort 4 noten die repeterend zijn onder 1 boog, een speciale streektechniek die hij liet imiteren of wilde laten imiteren op orgel. En dat is het eerste voorbeeld wat ik ken van een componist die in zijn orgelmuziek zo rechtstreeks verband legde. Maar dat is eigenlijk in heel erg veel orgelmuziek daarna ook toegepast op allerlei andere manieren. Orgel was eigenlijk een soort synthesizer avant la lettre. Alles een soort menginstrument, alles kon je erop spelen, alles werd, zeg maar, alle muzikale vormen werden naar het orgel toegeschreven. Was het centrale instrument in met name de 16e en 17e eeuw. Je kan op het orgel heel goed een viool nabootsen. Ten eerste door een klankkleur te kiezen die daarbij past. En in eigenlijk alle bronnen, registratiebronnen, heeft men het dan over de prestant. En de prestant, dat zijn die pijpen waar je eigenlijk tegenaan kijkt, de frontpijpen. En die hebben een klank die volgens eigenlijk iedereen het meest overeenkomt met de klank van een viool of van een strijkorkest met de allereerste violen. Net zo goed als een vox humana de menselijke stem nabootst. En verder kan je op een orgel violistische figuren natuurlijk spelen. Je hebt handen waarmee dat allemaal goed na te bootsen is. En dat zijn dan vaak figuren die een quasi tweestemmigheid vertegenwoordigen. Omdat je op een viool alleen maar een beetje arpeggio-akkoorden kan spelen, maar verder vooral eenstemmig. En iemand als Bach heeft dan zo geschreven dat het lijkt eigenlijk een soort verkapte tweestemmigheid te zijn. En dat soort figuren kan je heel goed laten horen op het orgel. En verder bepaalde toonladders heel snel omhoog of omlaag die niet op blazers te spelen zijn, kan je heel erg goed op een orgel nabootsen.
Dit is de passage genoemd Harpeggio in de Preludium in E van Nicolaus Bruns. De passage die mogelijkerwijs zo gespeeld zou kunnen worden. Dat we zeggen, hier de viool en hier de voeten. Nou, bij mij blijven de voeten, maar de viool wordt ingewisseld voor de handen. En ik zal dat even laten spelen. Ik speel het nu in een andere registratie, niet met een principaal, niet met een prestant om een viool na te bootsen, maar met de prachtige speelfluit. Hier in Leens is om meerdere redenen heel erg geschikt. Ten eerste natuurlijk de prachtige engeltjes met mooie strijkinstrumenten. Dat is zeer inspirerend als je aan de speeltafel zo naar boven kijkt en je ziet al die cherubijntjes met strijkinstrumenten. En verder is het een prachtige ruimte om kamermuziek te spelen. En in dit programma zijn vele stukken eigenlijk kamermuzikaal oorspronkelijk gedacht en bewerkt voor orgel. En tegelijkertijd kan je op dit orgel ook heel goed de afwisseling tussen tutti en concertino laten horen. Dus de twee, of in het geval van het concert voor vier violen en orkest van Vivaldi, kan je heel goed op één manuaal de vier violen laten horen en dan het hele strijkorkest op het hoofdwerk, vooral hier van dit orgel. Dus die tegenstellingen komen in deze prachtige dorpskerk akoestiek prachtig tot hun recht.